verhaal niet voor lezen, maar voor zingen. En telkens tussendoor komt tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. En dat gaan we eens even oefenen, want dat kunnen jullie vast al wel meezingen. Ik ga het een keertje voorzingen, dan ga ik op mijn voorleesstoel zitten alvast. Je kraakt wel een beetje hoor. Hoor je? Ik zing hem eerst een keertje voor en daarna gaan we hem samen oefenen. En dan pas krijgen jullie het hele verhaaltje te horen. Tra-la-la-la-la. Gaan we eens even kijken of we hem in stukjes kunnen doen. Eerst het eerste stukje. Tra-la-la-la-la. 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 Oh, nou zei ik het eerste stukje en nu deed ik het hele stukje. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar misschien dat jullie het dan wel mee kunnen zingen. We gaan het eens even proberen. 1, 2. Tra-la-la-la-la. Gaat dat al goed? Zullen we hem nog één keer doen, dan weten we zeker dat we hem goed hebben. 1, 2, tra-la-la-la-la. 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 Nou, dat doen jullie goed zeg. Nu mogen jullie gaan luisteren naar het verhaaltje. En ik ga het dan zingen en elke keer als het tussendoor tra-la-la komt, dan zingen jullie lekker met mij mee. Nou, ik ben wel benieuwd waar het verhaaltje over gaat. Hoor het vanzelf. Op een dag was Nijntje Pluis al heel vroeg opgestaan. Ze waste zich van top tot teen, ziezo, dat was gedaan. Ze zocht het mooiste jurkje uit, de mooiste uit de kast. Weet je waarom Nijn dat deed? Omdat zij jarig was. Tra-la-la-la-la. 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 Goed zo. En moeder Pluis en vader Pluis die riepen leven Nijn. En Nijntje zei dank jullie wel, het wordt vandaag vast fijn. Oh kijk, mijn stoeltje is versierd met bloemen en met blad. Dat zijn de bloempjes van mijn jurk, hoe wisten jullie dat? Tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la. Wat een pakjes liggen daar, zijn die voor mij alleen? Ik houd het bijna niet meer uit. Oh, ik begin meteen. Een schaartje dat echt knippen kan, een hele mooie fluit. En potloden, mijn grootste wens, hoi hoi, riep Nijntje uit. Tra-la-la-la-la. Toen kreeg Nijn bezoek van Aag en Willemijn. Dat waren haar vriendinnetjes nog vele jaren, Nijn. En oh, wat hadden ze een pret. Ze balden op het gras en deden heel veel spelletjes totdat het avond was. Zing maar mee. Tra-la-la-la-la. S'avonds kwamen opa Pluis en oma Pluis bij Nijn. Zij brachten ook een pakje mee, wat zou dat nu toch zijn? Een beer, een echte wolle beer, heel lief en ook heel zacht. Die neem ik mee, riep Nijntje uit bij mij in bed vannacht. Tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la.
naast opa Pluis zat Nijn. En Beertje zat bij Nijn op schoot, want dat vond Beertje fijn. Toen moeder Nijntje 's avonds laat met Beer naar bedje bracht, zei Nijn heel hartelijk bedankt. Het was een fijne dag. Tra-la-la-la-la. Dat was een leuk verhaaltje zeg, over Nijntje die jarig was, die een beer heeft gekregen en potloden. Nou, allemaal leuke dingen. Hé, en ik vind dat jullie goed hebben meegezongen. Hé, dat was het weer voor vandaag. Dus tot de volgende keer allemaal. Doei doei!